We zijn hier vandaag bij de GGD op de Zijlweg in Haarlem. En we gaan wat vragen stellen over SOA's. Volg mij. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Allereerst, wie bent u? Ik ben Suzanne Bakker. Ik werk als sociaal verpleegkundige op de afdeling seksuele gezondheid van de GGD. Waar kunnen jongeren allemaal terecht als zij een SOA hebben hier in Haarlem? Van de GGD Kennemerland hebben wij één spreker. En dat is hier op de Zijlweg eigenlijk. En daar kun je terecht voor een SOA-test. Maar ook voor al je vragen rondom seksualiteit, anticonceptie, zwangerschap, etc. Hoe kan je echt zien dat je een SOA hebt bij jezelf? Nou, dat hangt natuurlijk van de SOA zelf af. Ja. De meeste SOA geven geen klachten, dus het is eigenlijk geen graadmeter om te denken ik heb wel iets of niet iets als je geen klachten hebt. Maar als je verschijnselen zou hebben van bijvoorbeeld chlamydia, dan zou dat bij jongens zijn branderigheid, pijn of gevoeligheid bij het plassen, pijn in de bijbal of wat pussige afscheiding uit de penis. En bij meisjes is het afscheiding die anders is dan normaal, onderbuikpijn, bloedverlies eventueel. Die niet menstrueel is, dus geen menstruatiebloeding, maar bloedverlies na de seks bijvoorbeeld. Wanneer doe je een SOA-test? Dus echt bij alleen die verschijnselen of bij twijfel? Nee, in principe doe je een SOA-test als je onveilige seks hebt gehad. Met iemand waarvan je niet zeker weet of die een SOA heeft of niet. In principe krijg je een SOA altijd van iemand anders. Die krijg je niet van een wc-bril of een gedeelde handdoek. Dus eigenlijk moet je bij elke SOA moet je jouw sekspartners gaan informeren die jij of mogelijk besmet hebt of waarvan je het mogelijk hebt gehad. Wat kost een SOA-test? Als je bij de GGD komt, kost een SOA-test helemaal niets. En is het geheel voor gratis? Gratis en anoniem. En zelfs de medicatie die je nodig hebt is dan ook gratis. Plop, bang! Mannen die plassen in een potje. Dus het hele Najib Amali verhaal, dat is natuurlijk heel leuk bedacht. Maar gelukkig kan het gewoon met een urinetest voor mannen. En vrouwen die doen een uitstrijkje op het toilet zelf. Dat wordt goed uitgelegd hoe dat werkt. En ik ga het eventjes laten zien. Het wattenstokje, dat gaat in de vagina en daarna in het potje. En het potje wordt dan opgestuurd naar het laboratorium. En als het nodig is, dan wordt er eventueel ook nog wat bloed geprikt. En dat doen we ook hier gewoon. Oké, en het opsturen en het ontvangen van bericht, hoe lang duurt dat? Een week. Na een week heb je je uitslag. Had u nog een laatste advies voor de jongeren? Nou, natuurlijk gebruik een condoom. Hè? Maar iedereen is uiteraard welkom, mocht het misgaan, om je een keer te laten testen op SOA. En als laatste is de website www.sens.info een hele leuke website om eens op te kijken. Voor allerlei nieuws over SOA, maar ook over seksualiteit, veilig vrije, anticonceptie en ongewenste zwangerschappen. We staan weer buiten. Ik heb er een hoop van geleerd. Ik hoop jullie ook. Tot ziens.